Elan Wingman 82 CTI valt redelijk goed in de smaak bij het testteam. De Wingman 82 CTI heeft vrij veel kwaliteiten. De demping is goed, hij is makkelijk wendbaar, de rebound is energiek, de grip is goed. Hij geeft vertrouwen en hij is ook vrij veelzijdig inzetbaar. Wat Richard opvalt is dat hij in korte bochten een veel lager plafond heeft dan in lange bochten. In lange bochten kun je hem echt volle bak knallen, in korte bochten houdt het dan wat eerder op. Ski voelt heel kort aan en dat komt ook omdat de binding vrij ver in het midden staat. Dat is even wennen voor sommige mensen, zo'n binding die ver naar voren staat. Maar het maakt een ski heel wendbaar en makkelijk te hanteren. Het betekent ook vaak dat als je hem aanschaft, dat je hem wat langer kunt nemen dan je normaal gesproken zou doen. Het is een makkelijk te bedienen ski, laagdrempelig, zegt Dien bijvoorbeeld. Je hoeft er buiten de piste niet veel van te verwachten. Het is een echte, robuuste piste ski en hij is geschikt voor gevorderde en vergevorderde skiers.